Ik ben Ingeborg de Rode. Ik ben een conservator industriële vormgeving in het Stedelijk Museum. En ik ben de maker van de Amsterdamse schooltentoonstelling. De Amsterdamse school is rond 1910 ontstaan in Amsterdam, vandaar de naam. En wat heel bijzonder is, is dat het een hele expressieve, kleurrijke stijl is met heel veel decoratie en hele mooie, bijzondere materialen. Het werken met kleuren, dat kon natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Zoals hier bijvoorbeeld bij dit affiche met drukinkten in oranje en paars. En bij meubelen, zoals hier te zien is met bijt. Deze kast is nu weer heel mooi groen, maar een jaar of 15 geleden, toen hij al een tijd bij ons in de collectie zat, was hij eigenlijk gewoon bruin, eigenlijk gewoon houtkleur. Dat komt omdat die bijten uit de jaren 20 heel snel verbleken. Dus na tientallen jaren zie je eigenlijk niks meer terug van die bijt. Maar wij konden nog wel een stukje ergens vinden in de kast waar we nog wel de bijt zagen, namelijk hier. Dat komt omdat daar de deur overheen gaat en daar dus heel weinig licht en lucht bij kwam. We hebben onderzoek gedaan samen met het Centraal Laboratorium en een restaurator om te kijken wat voor bijt het was. En omdat dat voor ons een heel belangrijk onderdeel van het ontwerp is, hebben we uiteindelijk besloten om de hele kast weer in die kleur te bijten. Behalve bijt om kleur op meubelen aan te brengen, werden natuurlijk ook stoffen gebruikt om kleur op meubelen aan te brengen. Er waren in die tijd effen stoffen, maar ook stoffen met patronen, zoals we die hier zien. Dit is een geweven stof. En hier op tafel ligt een bedrukte stof. Een hele zachte trijp is dit, zoals het toen genoemd werd. En die werd met blokken bedrukt, dus steeds een stukje. En daar werd steeds weer een ander blok voor gebruikt, zodat je uiteindelijk het hele patroon kreeg. En zulke mooie handbedrukte trijpen zoals hier, die worden helaas niet meer gemaakt. Tegenwoordig kunnen we alleen nog effen stoffen kopen.